Kijk, nee, maar dit, kijk. Oh, dat, ja. Dat is mijn zwager, die is gewoon bij Feyenoord, Daan Jasselaris gewoon. Doe de groeten voor me, man. Ja, is goed. Mag een beetje meer zijn. Ja. Is goed, man. Kom eraan. Hey man. Hoe is het, man? Lekker, man, met jou? Goed. Goed? Goed te zien. En jou, man? Ik ga iets nieuws proberen. Oké. Okay. Deze buiten ook. Mensen vragen altijd van, doe eventjes dat te zien waar je rijdt. Op de weg, ja. Dat is leuk. Oké. Okay. Ik denk dat hij er zo afpleurt. Ik heb hem niet goed gehoord. Moest je trainen? Ja, man. Ik kom even van trainingen. Ik dacht dat je vrij was, hè? Nee, ja. Ik dacht dat ik vrij was, maar ja, trainen zijn toch even wat anders. Morgen vrij. Jij mag vrij, hè? Nederlands, ja, de spelers van Nederland zelf allemaal. Ja, die moeten moet melden. Die moeten melden, ja. Dat is zonde. Dat dingetje. Ah, nice, man. Vind je mooi? Ja, mooi, man. Voor jou eentje. Ja, en thanks, man. En thanks voor jou. En eentje moet je even signeren voor mensen cool. kunnen. Ja. Kun je weggeven. Ja. Nice, man. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk is dat, fysiek, hè? Fysiek was wel hoog, hè? Fysiek is wel hoog. Ja, fysiek wel. Ja. Face niet zo hoog. Wait. Nee, man. Lekker, man. Je hebt het shirtje bij ook, toch? Ja, ik heb het shirtje bij. Moet je even zien hier ook. Ja. Patrick nog een bericht gestuurd net. Patje? Ja. En wat stuur je aan? Ik zeg, ik moet even, heb je nog leuke dingen van hem? Niks. Nee, zeg succes, zegt hij. Succes ermee. Ik zeg, praat hij niet veel? Jawel, ja, juist heel veel. Ja, juist te veel. Lekker, man, beter. Top. Ah, lekker, man. Thanks. Alsjeblieft, man. Hey, zit je nou de hele tijd hier in het hotel? Ja, ik zit nu even in het hotel, want ik ben een huis aan het zoeken. In Zoetermeer. Ja, want hier komt mijn familie vandaan. Yeah. Dus ik ben hier gewoon een huisje aan het zoeken. Oké. Okay. En momenteel zit ik nog even in het hotel. Mijn kleine en mijn vriendin. Ja, klopt, hè? Dus, ja, dat is wel een beetje. Maar je hebt ook niks te doen volgens mij, hè? Ja, niet zoveel. Dus, tenminste, ook niet echt de stad dat je echt heel veel. Want mijn vriendin komt uit Spanje. Dus voor haar is het de eerste keer dat ze nu in Nederland komt wonen. Oké, okay. Oh, je hebt een Spaanse vrouw. Ja. Oh, oké. Okay. Vriendin. Ja. Want ik zat een beetje op Google, toen zag ik. Savia of zo was je ex? Ja, dat is een ex. Ja. Oh ja, dat is je ex. Oh, ik dacht dat je daar met haar was, man. Nee. Oké, dus dat is ook moeilijk voor je vrouwtje. Hier komt ze in één keer in zo'n raar land. Ja. Koud en zo in Zuid-Spanje. Ja. Ze heeft wel veel hulp aan mijn moeder, dat wel. Ja. Oké, dus ze is veel met je moeder hier. Ja. Als jij gaat trainen en zo, dan gaat ze daar. Ja, toch? Oh, lekker, man. En die kleine? Hoe gaat het met die kleine? Ja, goed, man. Goed. Voetballen? Ja, hij houdt echt van voetbal. Ja? Dus, hij groeit goed, man. Ja. Mooi. Hoe oud is hij nu? 3. Oh, leuk. Lekker, man. Dus je hebt die passie toch? Die Spanjaarden hebben allemaal die. Ja. Dat heb jij ook wel. Ja. Maar ik zat gisteren Willem 2 tegen Feyenoord kijken. Deed je mee? Ja, deed mee. Dat is niet goed, hè? Ja. Ik zit te fokken. Nee, ik had gekeken. Ja. Ik zag wel een paar goede steekballen. Ja. Maar ik zag ook één goede bal met recht buiten. Maar... Zo, recht naar buitenkant. Ik probeerde jou net te doen. Ik moest lachen. Ik probeerde jou daar te doen, maar op middenveld. Balverlies. Ja. Ja, die wou je naar buiten, naar Nassing, geloof ik. Ja, klopt. En die wou je naar buiten kan spelen, man. Die ging niet helemaal goed, hè. Wat dacht je? Shit, man. Staat het hier op, of niet? Moet je hem erachter leggen, dan kan je hem zo pakken. Ja. Heb je een beetje ruimte. Yes. Hey. Wat dacht je? Shit, man. Dat moet ik echt niet wat meer doen. Moet ik weer omschakelen nu. Ja. Dat dacht ik. Maar je bent toch wel fit, of niet? Ja. Je bent niet zo. Voel maar. Zo goed, toch? Ja, vind je wel goed. Hoe kan het dan ze zeggen dat je... Ik weet niet. Misschien Engeland te veel gewicht hebben gedaan. Ja. Ja, ik weet het niet. Daar train je heel veel fysiek, hè? Ja, daar train je. En je bent sowieso sterk al. Ja. Van bouw. Ja. Van mijn vader geërfd. Dus... Je vader was zo'n honkbal, hè? Ja, klopt. Ja, Het wordt nog steeds softbal. Weet je? Ja. De veteranen. Anties doen allemaal die anties, toch? Ja, toch? Ja. Lekker, man. Gaan ze lekker softbal spelen en dan gaan ze lekker drinken, muziekje erbij. Ja. Maar dat drinkt niet, maar die andere mannen wel, hoor. Ja, hè? Ja. Je vader drinkt niet, nee? Nee. Oké. Jij ook niet, hè?
Af en toe. Ja, af en toe mag wel toch? Ja, tuurlijk. Als je een feestje hebt een keer of zo, dat je een keer gewonnen hebt of zo. Ja. Een keer gewonnen hebt. Maar gisteren was wel een goede zaak gedaan, hè? Ja, ja. Was nodig naar Europa. Moeilijke pot, man. Zo, Willem II uit. Ja, niet makkelijk, hoor. Nee. Heel veel mensen denken, oh, Willem II uit, doe wel even. Echt niet. We hebben steeds elk jaar best wel een goed team, hoor. Ja. Hier ben je ook opgegroeid, toch? Ja, ik zit er meer opgegroeid. En je bent begonnen ook met voetbal? Ja, DWO. En toen ging je al snel naar de jeugd, toch? Ja, toen ik 10 was, ging ik naar Feyenoord. Oké. Ja. En daar heb je de hele jeugd gespeeld, hè? Ja, de hele jeugd daar eigenlijk tot eerste. Ja. Eerste gehaald en toen 4 jaar in het eerste. Ja. Ja. Die vrouw helemaal gek en wat broeien. Oud vrouwtje ook. Ja, oud vrouw. Oh man, dit is Zoetermeer, we zijn eruit al, hè? Ja, we zijn nu komen we bij de snelweg. Waar is je oude buurt? Hier rechts? Nee, we zijn naar links. Oh, gaan we daar even kijken. Ja, is goed. Hoe was je jeugd? Ja, wel eigenlijk een hele makkelijke jeugd gehad. Ouders hebben hard gewerkt voor mij en mijn broertje. Ja. Om het eigenlijk heel makkelijk te maken en het is een rustige buurt. Toen ik naar Rotterdam ging, toen ik 12 was, want ik ga daarna natuurlijk naar school, toen was het wel wat anders. Ja, hè? Ja. Andere stijl, hè? Ja, hele andere stijl, ja. Ik was hier zeg maar een van de weinige donkere jongens en daar was het gewoon andersom. Ja. Van de school. Ja. Er was veel zwarte scholen en zo. Ik heb ook in Amsterdam op zo'n school gezeten, dat zei ze toen, zwarte school, dit en dat. Ja. Nou, er zaten meer donkere mensen op dan blanke. Ja. Het was wel altijd gezellig. Ja, zeker. Zeker, man. Zeker, ja. Oh, die konten van de jongen, heerlijk, man. Nee, gek, die bakken zijn belangrijk, toch? Schoolfeest en zo, schoolfeest schuren en zo. Ja. Belangrijk. Oké, dus dan heb je echt al, zeg maar, toen je daarheen ging, was het wel even wennen. Moest je even wennen. Ja, niet wennen, maar het was meer van gewoon andersom. Het was gewoon wat anders. Ja. Dat wel. Moeilijker? Nee, niet moeilijker, maar gewoon anders. Gewoon een hele andere mentaliteit. Ja, een andere mentaliteit inderdaad. Oh, okay. Dat is gewoon voor jezelf opkomen. Ja, hè? Dat moet je, anders ben je gewoon. Anders ben je gewoon de Sjaak. Bij de lul. Ja. En toen ging je naar Twente, hè? Ja. Naar Twente. Dat is mooi, ik heb ook Twente gespeeld. Ja, weet ik, ja. Leuk, hè? Ja, Twente is een mooie club, jongen. Ja, zeker. Een hele grote club. Zo. Maar wie speelde je toen daar? Theo, Jans, zat Theo er ook nog? Nee, Theo was net weg. Oh, die was net weg, sorry. Ja. Lanzat zat er toen nog, maar Chadli, Tadic, Castanjas, Douglas. Ja, goed, elftal. Links. Ja, Brahma. Brahma, die zit er nou nog. Die is niet weg uit Oosten. Nee, joh. Die wil Godverdam zit lekker naar het film, joh. Godverdam, koei neer. Die Brahma is niet weg te slaan. Je bent niet verleerd, man. Kan jij een beetje... Tukkers. Nee, man. Nee. Die praat een beetje zo. Ja, die praat een beetje. Oké, we gaan nou eventjes je oude buurt kijken. Ja. En er zijn wel een beetje een kakkerbuurt eigenlijk hier. Ja, dit is echt maar juist zeg maar, een soort van de... niet ghetto, maar... Nee. Zeg je dat? Beetje achterstandsbuur. Juist. Zie je al die flats ook. Oh, ja. Daar moeten we al die anti's hier. Ja. Ja, en zo. En moest jij ook altijd vroeger oefenen van je vader met zo'n balletje met... zo'n pingpongballetje in het water? Nee, in een bekertje. En dan moest je hem zo erin halen. Nee, maar... Moest je niet? Nee, maar daar heb ik nooit van gehoord. Die anti's moeten altijd oefenen, hè? Ik zweer het je, die vrouwen, die Antilliaanse vrouwen. Dat is het. Mijn ouders, zeg maar, mijn vader is een hele rustige Antilliaan. Yeah. Als iedereen die hem kent, zeg maar, die weet ook van, hij is echt een rustige Antilliaan. Andere soort Antilliaan dan de meeste Antilliaan. En je moeder is Surinaams? Nee, ook. Van Curaçao. Ja. Oké, allebei Curaçao. Ja. Oké, en Patrick is je neef? Ja. Neefje? Ja, neefje, ja. Hij is wel sweetie boy, hè? Ja, zeker. Hij doet ook... sweetie boy, maar hij doet ook goed. Ja, hij doet goed. Net getrouwd. Hier rechtdoor? Ja, links. Linkerbank. En kaas. En hij heeft laatst gescoord tegen Man United, hè? Ja. Ik zag hem gelijk op Instagram met een nieuwe auto. Ja? Ik had gereageerd erop. Welke auto heeft hij gehad? Ik heb ze niet eens gezien.
Ik weet niet, joh. Oh. Nee, hij doet het goed, man. Ja. Hoe was jouw tijd in Engeland? Ja, mijn tijd in Engeland was bewogen. Maar ik heb wel veel geleerd. Ook een hele andere mentaliteit natuurlijk in Engeland. Ja. Ja, veel harder. Veel op en neer. Hier links? Ja. Veel op en neer. Maar tactisch denk ik dat Nederland toch wel beter is, hoor. Ja, hè? Ja, ja. Het is gewoon fysiek, hè? Ja, echt fysiek, ja. Die grote clubs voetballen dan natuurlijk wel goed. Ja. Liverpool, Johnson, Man City, Man United. Ja. Maar ja, die andere clubs gewoon echt vechten, man. Gewoon ja, vechten, man. Gewoon pikkelen. Ja. En niet opgeven, nooit opgeven. Nee, nooit opgeven. Jezus, man. Ja, dat is wel een mooie competitie. Maar je was wel, zeg maar... Twee keer gedegradeerd, toch? Drie keer, man. Drie? Drie keer, man. Ja. Drie keer? Ja. Dus sta je nu, ben je... Ja, ik wil twee keer zeggen. Drie keer, man. Ja, ik was... Elke keer was ik ook net... Later, laatste moment was ik net geblesseerd. Aan het einde van het seizoen. Ik kon ze ook niet meehelpen. Hier rechts? Ja, hier gewoon rechts. Ik kan je rechter, man. Ja, zo... Ja, een beetje ongelukkig ook, man. Ja, hè? Ja. Je was wel aanvoerder, toch? Ja, vorig jaar was ik aanvoerder, man. Bij Swansea. Oké, maar ik wil even iets weten. Want ik zag het, je bent toch getrouwd? Ja, man. Want je was getrouwd? Ja, ik was getrouwd, ja. Toen ging je zo, die dans. Ben gescheiden. Ja, heb ik gezien, hè. Ja, ja. Was je in goederen van getrouwd? Sorry? In goederen van? Of nee. Huwelijks voorwaarden? Huwelijks voorwaarden, ja. Oh, lekker man. Had ik ook moeten doen. God, had ik nou geen rondje meer hoeven rijden. Domme Hollander. Echt, hè? Zo, jongen. Echt dom, joh. Ik denk, ja, liefde van mijn leven. Echt niet. Ja. Maar het was wel een leuk feestje. Ja, het was wel een leuk feestje, ja. De mensen hebben genoten in ieder geval. Is het lang geleden? Nee, 2014, hè? Ja, 2014, man. Vier jaartjes zijn we getrouwd geweest. Oké. Oh, daarna is het klaar. Okay. Ja. Voor de rest, wat zijn je plannen? Nu nog een jaartje, hier een jaartje bij Feyenoord fit worden nu? Ja, ik wil gewoon zeker bij Feyenoord knallen. Ja. Nog een optie voor nog een jaar. Ja. Dus, ja. Gewoon Nederland blijven, toch? Ja, voor nu wel. Lekker paar gescoord weer voor Feyenoord, Europa League. Ja. Maar belangrijk, Europa nu. Ja. Ook weer positief. Ja. En Van Gastel, hè? Ja. Die ken je al lang, hè? Ja, JP ken ik lang, ja. Ja. Want hij noemde je altijd de uitsmijter. Uitsmijter. En nu is hij assistent. Ja, nu is hij assistent. Hoezo was je uitsmijter? Je groot was altijd ja, al? Ja, ik was groot. In de Aartjes was hij mijn trainer. Ja. En ja, ik was eerstejaars A, hier gewoon naar rechts. Eerstejaars A, ik was al een van de grotere, zeg maar. Tweedejaars A'tjes. Uitsmijt het. Al fysiek. Dus, hier naar rechts, hier woont mijn moeder nog. Oh, want je moeder hier nog? Ja. Dus ja, hier ben ik, zij is zeg maar nooit weggegaan. Hier ben ik gewoon hier rechts. Oh, dit is het buurtje hier? Ja, dit is het buurtje hier. Oké, dus hier voetballen en zo? Ja. Hier voetballen tegen die... Ja, die grijze deel. Dat denk ik ook altijd. Hier gek worden. Ja, joh. Boom. 9 in de zomer. Ja. Echt goed hoor. Oh, ja, man. Ja. Dat denk ik ook altijd. Bushokjes en zo. Ja, echt op straat gewoon. Ja, mooi, man. Dus dit is gewoon net een rustige buurt, toch? Ja, hele rustige. Je ziet het. Ja. Niemand op straat. Niemand op straat, hé. Ze zijn allemaal bang dat ze overvallen worden. Hier is het weer. Oké, dus jullie woonden hier in een gewoon rijtjeshuis. Ja, rijtjeshuis. Oké, ja, ik ook. Normaal, toch? Gewoon naar de buurtje, jongen. Hé, buurvrouw. God, kom maar, de ijs gaat. Oeh, boos kijk. Kijk, boos kijk. Tering, hé. Het is rustig, joh. We gaan gewoon een rondje rijden, man. Oké, cool. Ja, gaan we. Zullen we bij McDonald's gaan? Dan krijg je dingen te horen van Johan. Zie, Jaapie, nee, Jaap, stop. God, doe mijn kleren leuk, je moet fit worden. Maar moet je dan ook op dieet? Je hoeft niet op dieet of zo? Nee, natuurlijk niet. Ik wil niet op dieet. Maar wie komt er dan bij dat jij dik bent? Wie zegt dat? Zomaar, de media. Ja, media. Ik heb het gehoord van mijn broertje. Die had ook een foto van mij gepost op Insta. Ja? Dat ik, ja, ik gewoon... fit ben. Ja, toch. Ja. Je hebt gewoon je conditie een beetje misschien te kort. Omdat ja, inderdaad. Ja. Dan lijkt het misschien op het veld soms een beetje lamlendig. Ja. Ik ben nog niet 100%. Ik heb natuurlijk 6 maanden niet gevoetbald. Hoeveel maanden niet? 6. Ja, dat is veel, hè? Ja, zeker.
Dan moet je weer wennen aan die ballen en zo. Ik weet nog wel, toen ik bij PSV ging voetballen, ik heb een jaar niet gevoetbald. Dan speelden ze bij de ballen. Ik denk, ja. Waar moet ik ermee? Toen ging ik alle kanten op. Zoals die bij de kant rechts van mij. Ja, gisteren, zag, zag ja. Ik dat. Max Stoenen. Normaal ligt die er. In één keer Max Stoenen. Dan denk ik, hey, ik ben terug. Even een buitenkantje. Niks. Hey, maar die weet je wie ik wel goed vind, hè, van jullie elftal? Die linksbuiten. Sini. Ja, Sinisterna. Oh. Ja, die is goed. Jongen nog. We hebben echt wel veel talent in de ploeg, man. Ja. Ja. Komt zo'n mannetje bijna altijd voorbij. Ja, hij is snel, hè? Gisteren ook weer belangrijk, met die penalty. Ja, ja. Maar hij is hij van de jeugd van Feyenoord? Hij is vorig, hij is maar 2 jaar geleden volgens mij is hij gekomen. Ja. Hij speelt er nu al een jaartje. En hij komt uit Colombia. Oh, oké. Okay. Dus, ja. Spreekt hij wel Nederlands al? Ja, hij begrijpt een beetje Nederlands, een heel klein beetje. Oh, oké. Okay. Spaans en Engels kan hij nu wel. Ja. Hij is wel goed hoor, hé. Ja, goede speler. Zo, dat is mooi voor de competitie ook. Ja. Leuke speler. Jij speelt achter hem, dus dat is wel belangrijk. Ja. Lekker inspelen. Ja. Maar je bent ook wel best wel, want je bent linkshalf, hè? Ja. Je scoort best wel regelmatig, hè? Ja. Normaal gesproken wel. Als ik mag pendelen, dan wel, ja. Ja, want je hebt in Engeland, dan heb je ook wel eens wedstrijden gehad dat je gewoon 4 keer achter elkaar scoorde. Vier wedstrijden achter elkaar. Ja. Bij QPI toen, dus voor de linksbuiten. Speelde je daar linksbuiten? Ja. Meen je niet? Met Harry Redknapp. Met Harry... Hey. Klokkenluier van Notre Dame. Als je die s'nachts tegenkomt, krijg je hartaanval. Ga je rennen? Hey, niet normaal. Harry, ja. Harry is een goede kerel. Ja, mooie en zijn trainer, zoon is echt een knap gozer. Heb je zijn zoon gezien? Jamie Redknapp. Jamie, die is echt knap, joh. Niet normaal. Oh, heb echt geluk dat hij op zijn moeder lijkt, joh. Heb je wel eens dat stukje gezien? Dat hij een keer het interview had, die Harry. Schoot iemand een bal op zijn kop. Nee, ik heb het niet gezien. Moet je kijken. Ja. Oh, met die kwaad, jongen. Toen zei hij: fucking hell. Wat zei hij? Oh ja, hij zei: no wonder you're playing in the reserves. Ja, mooie trainer, man. Ja, mooie kerel, ja. Ja. Als we wonnen daar, was het gewoon. 3-4 dagen vrij gewoon naar de wedstrijd. Nee. Ja. Echt? Ja? Zo'n ouderwetse Engelse trainer. Mooi man. En wie heb je nou meer gehad als trainer? In Engeland of gewoon Adriaanse. Van Gaal natuurlijk en in dezelfde taal. Van Marwijk, die heeft me laten debuteren. Feyenoord. Ja. Je hebt ook nog gescoord, WK hè, Brazilië. Ja. Tegen Chili? Ja, tegen Chili. Oh, netjes man. Ja. Dat kan ik niet zeggen. Dat ik een WK heb gescoord. Ja, mooi moment. En dat de eerste keer, je debuut, hoe was dat? Was je zenuwachtig toch? Ja. Dan had je toch nog die lange haren? Klopt, die vlechten. Die vlechten, ja? Mooi boy, hoor. Mooi spelen toch? Dit is wel beter. Ja, dat ben je gewoon. Ja, dit is wel beter. Ik weet het, kaartkopje, ja. Dat was je mooi boytje toch? Was toen die stijl, Rotterdam toch? Ja. Vlechtjes in het dag. Maar dat is toch wel best wel moeilijk, want je komt dan ineens... Ja, ik had wel debuut, in één keer het eerste. Ja. En dan moet jij in de Kuip in één keer laten zien wat je kan. Ja. Ja, ik kon er niet van slapen, jongen, toen ik... Ik was 17. Ik had wel geluk dat bijvoorbeeld Erwin Mulder maakte zijn debuut die dag. En Wijnaldum speelde natuurlijk al het eerste. Ja. Dus die kende ik al goed, is een goede vriend van me. Ja, is je mattie, hè? Ja, echt een hele goede mattie. Oké. Okay. Ja. Dus ik was gewoon met hem. En dat voelde zeg maar wel lekker. Ja, je kan... Toch steun. Ja, steun bij hem, ja. Wat is altijd terugvallen op elkaar. Ja, maar was zenuwachtig, heb gelijk. Ja. Zo. Echt zenuwachtig, man. Anders, hè? Ja, met grote spelers toen. Ja, Makai en zo. Makai en Roy, ja? Ja, Roy, Gio. Hoefland. Roy. Kappen, nou, hij is nog steeds trainer bij ons. Hij is goeie gozer. Ik heb met hem gespeeld, heel zelf dan. Ja, echt een hele mooie gozer. Hij komt uit Nijmegen uit. Kom, Gio. Ja, Roy. Goeie gozer, Hij was een goede spits, hè? Ja. Zo. Fantoom. Oh. Ja. Bayern München, Deportivo La Coruña. Ja. En bij Vitesse toen. Ja. Ja, goede verbeelden. De Adriaans had je gehaald met Twente, hè? Ja. Ben je bij kampioen geworden? Met teams? Nee. Niks? Nee. Nee, man. Wat een kut carrière, man. Ja. 3 keer gedegradeerd? Ja, 3 keer gedegradeerd. Ja, ja. Zo. Ben je blessuregevoelig? Nee, hè? Ja, redelijk. Ja, wel? Ja, ik heb wel wat blessures gehad, ja. Oké. Okay. Ernstig?
Ja, ja. Ik had toch gehoord dat jij een stukje van je lul moest halen, want hij was veel te groot. Kan dat? Shit, man. Geen commentaar, man. Geen commentaar. Geen commentaar. Dus ook, je ontkent het ook niet. Geen commentaar. Oh, lekker ouwe hoeren, man. Goed, mooi, man. Ik had Patrick ook in de auto gehad. Heb je gezien, Patrick? Ja, ja, heb ik gezien, man. Ja, man. Ben je geabonneerd? Ik ben niet geabonneerd. Als je nou abonneert, kan je shit winnen van jou. Ja? Ja. Ik wil mezelf vandaag abonneren. Vandaag. Heb je die met Lukaku gezien? Ja. Dat is ja, mooi, hè? Ja, dat is ook mooi. Ja, ja. Ik zweer het, ik stuur hem gewoon een berichtje op Instagram. Ja. Ik denk, ik ga gewoon proberen toch? Ja. Hoe gaat het met jou? Ik kijk ook naar je programma. Ja, cool, leuk, ja, man. Mooi, leuk, leuk. Mooi kerel. Ja, echt een hele mooie gozer. Nou, bij Inter. Vorige week gescoord. Ja. Ja. Oh. Maar je bent nu 29. Ja. Oké, okay, 29 dan. Nog 2 jaartjes bij Feyenoord. Ja. Wat, zou je ook een trainer willen worden of zo? Zit dat in je? Of? Je bent wel een leider, want je bent ook aanvoerder geweest. Zo, dus. Ja. Ja, daar zit ik nog een beetje over na te denken. Ja. Mijn broertje is bijvoorbeeld zaakwaarnemer. Oké. Okay. Dus ja, bij mijn zaakwaarnemer, zeg maar, Rob Jansen. Ja. En daar doet hij ervaring op werk daar, dus doet hij goed. Ja. Ja, misschien later dat ik hem zou kunnen helpen met iets, hopelijk. Misschien scout of iets. Ja, ja, ja. Of zou je ook zaakwaarnemer willen worden? Ja, ik weet het niet. Misschien niet bij mijn wereldje. Nee. Ja. Nee. Hey, maar wie is je Mattie? Hoe heet die? Dat je net zei. Wijnaldum. Ja. Altijd al geweest? Of ja. Toen bij Feyenoord in de jeugd samen al? Ja, toen hij 13 was, toen kwam hij naar Feyenoord van Sparta. Ja. En daarvoor speelde een jeugdelftal van Rotterdam, KVB, zo, regio. Ja, 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 ja. District. Dus ja, toen kwam hij bij Feyenoord en eigenlijk nooit meer geen contact met hem gehad. Altijd, ja, we zijn gewoon hele goede vrienden. Ja. Maar, top, man. Ja. Hey, denk je dat je nog kans maakt voor een heel zelftal? Ik moet gewoon goed mijn best doen. Ja. Ik denk dat het belangrijk is voor mij nu gewoon focus hier bij Feyenoord. Ja. En dan zien we het wel. Gewoon bikkelen. Ja, toch. Je hebt wel een paar mooie acties tegen Willem II, dat je hem even terughaalde zo tussen 2 man door. Ja, ja. Je bent sterk, hè? Meer worden, elke keer weer meer. Ja, maar je moet rustig opbouwen, man. Ja, ja. Ik kan niet eens ineens verwachten dat je, als je een half jaar niks gedaan hebt, ja, dat hij in één keer, dat zou niet goed zijn voor het niveau van de competitie. Ja, dus ook denken, oh, ja, ja, nou, je stelt ook niks voor. Ja, klopt. Ja, toch? Ja. Maar ja, je hoeft echt niet af te vallen, man. Zo. Echt, goed, hè? Ja, is echt niet blokjes, hè? Normaal, even aanspannen nog erbij. Ik wou er niet in had, jongen. Ik heb één pack hier, één pack. Ik heb een sekspik. Ik heb een pikje. Sekspik heb ik. Oh, man. Voor de rest ambities nog? Of, ambities? Ja, ik wil echt met Feyenoord kampioen worden, man. Ja. Ja. Ajax is wel echt heel sterk. PSV is ook goed. Ja. Dus ja, het gaat eigenlijk altijd tussen hun twee. Zo wordt het ook in de media gebracht. Maar, ja, volgens mij moeten we gewoon denk ik, naar wedstrijd kijken. Gewoon. Wat staat er eigenlijk op de Droompark? Dat is van mijn zwager. Mijn zwager? Ja. Mijn zwager is jullie sponsor. Ah, maar er staat Andy op, hè? Ja, deze is voor mij. Ja, okay, is voor okay, mij. Okay, okay, nee, maar okay. Dit, kijk. Oh, dat? Ja, 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 ja. Nee, dat is mijn zwager. Die, okay, die is gewoon bij Feyenoord. Ja. Daalt jouw salaris gewoon. Doe de groeten voor me, man. Ja, is goed. Mag een beetje meer zijn. Ja. En een paar goede premies erin brengen. Oké, okay, maar nu tegen wie Europa League, hè? Tegen wie spelen jullie? Jullie hebben wel een zware pool, hè? We hebben Rangers. Oh ja, Rangers, mooie wedstrijd. Ja, Porto. Oh, Porto is een tegenstand, moeilijk. Ja, en Young Boys. Young Boys Zwitserland, hè? Ja, Zwitserland, klopt. Oké, okay, maar die twee, jongen. Rangers is mooi om te spelen. Ja. En Porto. Old Firm volgens mij, gisteren. Was het gisteren? Ja, ja, ja. Yeah, Rangers Celtic. En hoeveel? Ik heb een beetje gekeken. Ik zag tot de 1-0 hadden we gezien. Okay. En Celtic maakte 1-0. Oké, okay, maar even kijken. Dus, ja, Porto uit is moeilijk. Mooi stadion. Ja. Ik heb daar ook wel eens gespeeld. Maar het zijn moeilijke tegenstanders. Je weet toch, hard, ja, technisch. Ja, precies. Ja, oh, ja. Dus maar ik denk, die andere twee kan je wel. Die kan je wel winnen, denk ik. Ja, thuis moeten we sowieso proberen alles te doen. Ja, thuis kan je Porto, thuis kan je ook, dan zijn ze wel geïntimideerd en zo. Ja. Dus dan moet je gewoon vol gas geven, maar uit wordt wel een ander verhaal, man. Ja. En Young Boys, die zag ik ook laten spelen. Die zijn ook best wel, die hebben ook nog wel een goed elftal. Die kan je ook onderschatten, hoor. Ja, best pittig poeltje. Ja. Nou, het zou mooi zijn als je doorging. Ja. Mooie ervaring. Ja. Ja, goed voor Nederlands voetbal.
Dus Je hebt ook Queen's Park Rangers gespeeld? Of Queen's... Ja. Ja, hè? Ja. Dat is met Harry Redknapp. En dat is, waar zitten die eigenlijk? In Londen? Ja, Londen is mooi, hè? Ja, stop. Ja. Dat is wel een hele mooie tijd in de rest. En Londen, en toen even kijken. Je bent toen naar dingen gegaan. Swansea. Oh, wel Swansea. Ja, van Norwich naar QPR, QPR naar Swansea. Oh ja, Norwich. En hoe ging dat? De eerste was je, daar ging dat je van tweede jaar, daarheen, hè? Ja, dat was mijn eerste jaar in de Premier League. Dat is wel echt wel wennen, man. Ja, hè? Ja. Het tempo was hoog, man. Ja? Ja, het verschil met Nederland, tempo was echt hoog. Zo. Veel op en neer en... Hotsen, don't give up. Come on, lads. Ja, come on, lads. Yeah. Come on, lads. Keep going. Ja. Don't give up, mate. Liverpool. Come on, lads. Volgen hel. Liverpool was mooi. Mooie mensen, joh. Ik zweer het je. Ja. Ja, joh. Ik hoop voor je dat je weer terugkomt. Je bent de goede weg, dus ja. Lekker weer gaan ballen, ja. Onbezorgd, geen gezeik. Ja. Elke week lekker dat gevoel weer hebben van oké, ik ben belangrijk geweest voor het team, ik heb gescoord. Ja. Dat is het mooiste wat er is, dat is onbetaalbaar. Ja. Ja. Daarna kan je weer gaan kijken, hup, want dan ben je 31 of zo als je dan contract waarschijnlijk stopt. Ja. Nou, dan kan je daarna kijken wat je gaat doen. Ja. Misschien een kans krijgen in heel elftal, want je hebt loopvermogen, je bent sterk en zo, je kan scoren. Ja. Ontwikkelen, man. Bikkel. Ja, toch? Echt. Ik heb ook toen een keer met mijn ex-vrouw, zat ik ook in een hotel hier. Hè? Niks te doen, toch? Ja. Toen was het nog niet van echt van PlayStation en zo. Ja. Ik was alleen met haar. Ik dacht pompen. Ja, je doet niks anders. Een beetje televisie kijken, eten, pompen. Ja, toch? Wat moet je anders doen? Ja. Als die kleine gaat slapen, weet je ook hoe laat het is, hoor. Ja. Bij ons thuis ook. We hebben dan 3 kinderen. Ja. En dan om 7-8 uur naast de school. En vandaag voor het eerste keer begonnen weer. Ja. Oh, heerlijk. En vrijheid, hè? Ja, en dan om 7 uur gaan ze slapen. En dan zegt hij, mevrouw, ga even scheren. Want ik hoef geen haar in mijn bek. Anders ga je maar naar de buurman. Oh. Je bent een beetje anti, hè? Ja, weet je wel. Ja. Ik doe altijd met die pingpongballetje. In het water. Die moet dat pingpongballetje in het water houden, hè? Ja, dus, ja. Dat is moeilijk. Ja. Want dan gaat alle kanten op en dan... Jezus, oh, dus nou ga je lekker wachten tot je kleintje gaat slapen. Ja. Ga je extra trainen. Ja, toch? Thanks, man. Was gezellig. Dankjewel. Ciao. Ciao. Oh. Telefoon. Kut.